Dag allemaal. Vandaag in Binnen Aliade hebben we filmpjes en vragen voor Sinterklaas. Hebben we uit Burgum een Sinterklaas liedje. En we sluiten ook weer af met onze weerman André. Blij dat je kijkt naar Binnen Aliade van donderdag 2 december. Het leuke van deze aflevering is dat Sinterklaas nog even komt. Maar hij is er nog niet. Dat is ook wat. Het lijkt erop dat Sinterklaas de weg een beetje kwijt is. Ik ga geloof ik maar even zoeken. En ondertussen kunnen jullie kijken en luisteren naar een Sinterklaasliedje. Sigint komt de... Sigint's... Er komt wat. Zullen we een liedje voor hem zingen? En voor wie zingen we een liedje? Waar? Voor wie zingen we een liedje, Esther? Voor de Zwarte Piet. Zwarte Piet en? Sinterklaas. En wij zijn van de... Pieten. En wij werken op de? Jester. Jester. Ja, komt ie hoor. Ja, ik zie hem niet. Heen, goedemiddag mevrouw. Ik ben op zoek naar de studio, maar kan hem nergens vinden. Goedemiddag Sinterklaas. Komt u verder, ik ga u even wijzen hoe u moet. Naar de lift. En dan mag u naar de vierde etage en dan moet u die gang in... Die kant op en dan die kant op ongeveer. Maar als u boven bent, dan ziet u het wel staan. Sinterklaas? Sinterklaas? Nee. Hi. Hoi. Heb je Sinterklaas ook gezien? Is die zo? Ja, nee. Sinterklaas. Sinterklaas. Klaas ook al niet. Waar is die studio? Sinterklaas is toch ook... Die moet ik hebben. Ja, doei. Ik ben Sinterklaas niet. Oh, Sinterklaas. Goeiedag. Ik ben... Ik zoek u. Al een hele tijd. Piet? Piet, kom. We gaan naar de studio. Ga u mee. Graag. Ja. Doe maar, Sinterklaas. Het is... Een beetje stijl, maar ja. Ho. Is het nog ver, Piet? Ja, nou ja. Nog 6 verdiepingen, Sinterklaas. Oh, nog 6 verdiepingen. Ja, 16 bedoel ik, sorry. Ja, het is wat, Sinterklaas, met 1,5 meter. Hé? 1,5 meter? Mijn staf is beter. Ik vind het een heel mooi Sinterklaas gedichtje, als ik het zo mag zeggen.
Ja, doe maar hoor. Gewoon doorlopen hoor, Sinterklaas. Zo. Dag Sinterklaas, welkom. Wat fijn dat u er bent. Het was nog een hele klus om hier te komen. Het was zeker een hele klus. Ik kon het echt niet vinden. Maar gelukkig hadden we reserve, Piet. Die heeft ons mooi naar de studio gebracht. En dat is heel fijn dat u er bent, want we hebben filmpjes en vragen van mensen. En daar gaan we even naar kijken. Helemaal goed. Sinterklaas, goedenavond. Ik wil gewoon wat vertellen aan jou, aan u. Hebt u een goede reis gehad? Rijn de Spanjaarden? Ja, dat is toch geen op de stoomboot? Oké. En waar is een mooie zwarte pits? Ja, die zitten hier ook, ja. Maar jullie hebben ook meer dan zwarte pit 120 en mannen. Ja. Sinterklaas, Jetty vraagt of u een goede reis heeft gehad. Nou Jetty, het was een moeilijke reis. Ik kon de weg niet vinden. Het waait hard, ik was de weg kwijt, ik kon mijn Pieter niet vinden. Maar het is gelukt. Jorn Mulder, die heeft ook een filmpje ingestuurd. Kijk maar. Maar Sinterklaas, wat jammer dat je niet kan komen dit jaar. Maar toch heb je allemaal leuke activiteiten georganiseerd voor de cliënten hier op het terrein. Ik hoop dat je een fijne verjaardag hebt en dat je hopelijk volgend jaar er weer bij kan zijn. Tot volgens. En ik word speciaal voor jou een lied. Hij komt in lieve groene zin. Mijn beste vriend, mijn beste vriend. Vriend van ieder prins. Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij. Hij bent aan mij, wat bent aan mij. Naar jou en mij. Op een zoute schijnde roep. Hij komt in lieve groene zin. Mijn beste vriend. Mijn beste vriend van in een kind. Wij zijn wel wat, wij zijn mij, zijn jou en mij. Ik zoek de schroep, mijn zoute schroep. Hij komt, in lieve goede zin. Beste vriend, mijn beste vriend van in de kind. Nee, dat is wel. Ja. Ja, groentje, gooi wat in de groen, gooi wat in de laars, dank u Sinterklaasje. En ons anders gaat door, toen werd ik geboren. En je, gooi wat in de groentje, gooi wat in de laars, dank u Sinterklaasje. Bonne. Klaasje, bonne, gooi wat. Regelijk donder, gooi nog in de zet, dan afwijzen. Bonne, gooi nog in de leek, donder, gooi nog in de raad, dan afwijzen. Naast het vraag. Jorn, wat een fantastisch liedje. Daar word ik helemaal vrolijk van. Maar Sinterklaas, Jorn zingt dat u niet komt dit jaar vanwege de corona. Klopt dat? Nou, dat klopt gelukkig niet, Jorn. Wij kunnen overal komen. En weet je hoe dat komt? Wij zitten zoveel mogelijk in onze eigen bubbel. We wassen de handen. We houden afstand. Komen we dichterbij.
dan doen we het mondkapje op. En als we een beetje ziek zijn, dan laten we ons testen. Geen probleem, we kunnen overal naartoe. Hebben we iets vragen hoe het met Sinterklaas is? Krijg ik een mooie cadeautjes? Ik heb ook een brief geschreven. Voor Sinterklaas. Boukje vraagt hoe het met Sinterklaas is en of ze ook mooie cadeautjes krijgt. En ze heeft al een brief aan u geschreven. Nou, Boukje, fijn dat je dat vraagt. Het gaat heel goed met mij. Ik ben alweer een jaartje ouder en alweer terug in Nederland. Jij vraagt of je mooie cadeautjes krijgt, hè? Dan gaan we eens even zoeken. Boukje, oh, je had een brief, een verlanglijstje geschreven. Dat komt helemaal goed. Je krijgt hele mooie cadeautjes. Nou, fijn, Sinterklaas. Sinterklaas, ik kom uit 2019, 25 jaar ouder. Ik hoop dat ik een mooie verjaardag heb. Groetjes. Bert is binnenkort jarig en hij hoopt natuurlijk op een hele leuke en vooral ook gezellige verjaardag. Maar Sinterklaas, mag je verjaardag vieren met de corona? Jazeker Bert, mag dat. Dat doe ik ook. Je kunt het vieren met je groep. En als er visite komt, kun je in je eigen kamer gaan zitten of in een aparte kamer. En als je de boosterprik neemt, dan ben je nog beter beschermd. Willy Sikkens uit Drachten is heel blij dat Sinterklaas en de Pieten er weer zijn. En ze heeft daarom voor Sinterklaas een tekening gemaakt. Ja, Piet, dat weet ik toch wel. Oh. Kijk, die zit al in mijn mooie boek. Prachtige tekening. Dank je wel. Hallo, Sinterklaas. We zaten met z'n allen aan de fiets. En nu hadden we ons dit met de kaartjes afgevoerd. En nu gaan we te helpen. Hoor. Sinterklaas, denkt u dat Francisca u nog kan helpen? Nou, ik vind het heel fijn dat Francisca mij wil helpen. Ja. Het is altijd heel leuk om elkaar te helpen, hè? Ja, dat is heel, heel leuk. Ja. Maar ik denk dat het beter is dat je even in je eigen bubbel blijft, Francisca. Johan Dijkstra uit Drachten heeft Sinterklaas een mail gestuurd. Dat klopt. Die heb ik hier in het grote boek. Ja, Johan, je vraagt om hele oude spelletjes voor de DigiBlast computer. Maar die maken ze nergens meer. Ik kan ze nergens kopen. Dus ik hoop dat je een ander cadeautje aan mij wilt vragen. Sinterklaas, we hebben nog één liedje en dat komt van de Jister. En ze zingen Hoor de wind waait door de bomen. Ik ben benieuwd. Hoor de wind waait door de bomen. Ja. Gaan we die erop zetten, oké? Oké. Oh,
Dit was de Sinterklaas-aflevering van Binnen al jaren van donderdag 2 december. Ik wens jullie allemaal een fijn Sinterklaasfeest. Zeg Piet, wat voor weer wordt het eigenlijk? We gaan even kijken naar onze weerman André. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Binnen al jaren. Goedenavond, dames en heren van Binnen al jaren. Nu sta ik hier eens een keer in de buurt van Kolmerswaag. En ik heb wat prachtige mooie Sinterklaasfoto's voor jullie. Want het is tenslotte bijna 5 december. En daarom laat ik jullie ook even wat mooie Sinterklaasfoto's zien. Morgen, de vrijdag, schijnt misschien in de ochtend eerst nog de zon. Vooral in het oosten van Nederland is de kans het grootste een waterzonnetje. Maar misschien kunnen er ook nog wel een aantal losse buien over Nederland trekken. In de loop van de middag komt er vanuit het zuidwesten meer en meer bewolking. En dat heeft te maken met de storing die in opkomst is. Die storing die zal waarschijnlijk in de loop van de middag en avond het oosten van Nederland gaan bereiken. Het wordt overdag nog 7 graden op de Waddeneilanden tot plaatselijk 4 graden in Limburg. Ja, wat de vooruitzichten dan? Zaterdag en zondag wordt het overdag zo'n 5 tot 6 graden. Maar maandag, dinsdag en woensdag is het een beetje onzeker. Misschien dat het maandag, dinsdag hooguit maar 2 tot 4 graden wordt. Er is wel elke dag kans op een paar buien, maar ook af en toe zon. De nachten, die zullen wel weer eens wat kouder kunnen gaan verlopen. Goed, en tot zover het weerbericht voor Binnen al jaren. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne pakjesavond toe komende zondag. En graag tot volgende week donderdag bij een nieuwe uitzending van Binnen al jaren. Heel fijn weekend verder. Doei doeg!